wat heeft je vader gezegd waar je het niet mee eens bent? Ja, over drugs gebruiken, amfetamine of zo, dat dat goed voor je was. Ja, is dat niet zo? Nee, niet echt volgens mij. Weet je dat zeker, Jezus? Of zit je gewoon uit je nek te lullen? Nou, ik heb dat een keer gedaan en toen eindigde ik aan een kruis, dus ja. Oh. Hey, Jezus, waar woon je? Den Bosch. Jezus woont in Den Bosch. Ik dacht in Bethlehem. Ja, die is teruggekomen naar Nederland. Oké, en moest je dan een inburgeringscursus doen, Jezus? Ja, ze hebben in Nederlands geleerd. Echt? Wanneer is die... Jeruzalem. Wanneer is die uit Nazareth vertrokken? Hoor je dit? Ja, ik ben via de hemel, hè, en toen heeft hij me teruggestuurd. Oh ja. Als verlosser. Ah, nee, maar wat superleuk dat je belt, super attent. Hoe gaat het met jullie, jongens? Nou, het gaat wel goed. Ja, we zitten hier dus een beetje, want we waren ergens op een feestje en het was niet zo leuk. En nu zitten we hier een beetje gewoon te drinken en zo, een beetje... Fantivest was wel tof. Wat zeg je? Fantivest was wel tof. Fantivest was heel leuk, maar daarom viel het ook juist zo tegen dat het daarna dan echt super kut was. Maar... Ja, want jouw maat, die staat nog... Ja, die is er nog. Die staat nog steeds in niks, ja. Ja. Nee, ja, maar even niks is gewoon niks. Nee, Nicolas vond het wel best wel leuk. Dus die bleef nog. Wat is jullie plan voor het vandaag? Nou ja, we hebben niet echt een plan. We zitten gewoon hier een beetje en... Wat we normaal doen? Ja, wat we normaal doen, ja. Gewoon hier een beetje zitten en een beetje roken en drinken en zo. Dus verder niet bijzonder zijn? Nee, ja, het is eigenlijk niet zo spectaculair. Wat zeg je? Was het best bijna op te trekken? Nee, ja, misschien wel. We kijken wel even wat we doen. Toch een jointje draaien. Vind je dat ik even die pruik op moet zetten? Ja, ik vind dat wel gaaf pruikje. Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, ja. Als je dat dichter bij je maat, die ziet er zo uit de post uit. Ja, precies. Dit ziet er gewoon beter uit. Dit is shirt. Oké. Okay. Vind je het wel een leuk shirt? Wat voor werk doe je? Ik zit in de ICT. Sorry? In de ICT. Computers en shit. Oh, ICT. Yes. Die hebben meestal wel niet zulke mooie kleren aan, toch? Dat klopt. Is dat bij jou ook? Ja, ik ben niet iemand die de hele dag gaat shoppen voor de mooiste nieuwe boeken. Nee. Maar een beetje gewoon wat bij elkaar past dan. Oké. Okay. Dus niet witte sokken en een blauwe broek en een zwarte t-shirt ofzo. Oké, okay. Nou dus we kunnen concluderen dat Jezus is een modebewuste jongeman woonachtig in Den Bosch. Werkzaam in de ICT. Jezus, ja, een beetje tijd meegaan. Hè? Ja, Jezus doet iets met computers. Ja. Wil Jezus nog iets zeggen voordat hij wordt opgehangen? Ja, een kruisje van hè. Oh ja. Ja, maar dat klopt niet. Nee, als je nog een hele fijne avond, ik ga je nog een beetje checken en maak het niet te gek. Oké, okay, leuk. Doen we niet, oké? Okay? Jij ook niet. Is goed. Doei, slaap lekker. En later, jullie. Doei. Dag. Volgende. Dat is hartstikke leuk. Maar krijg ik nou zeg maar geld, als heel veel mensen mij bellen, krijg ik dan geld? Ja, hoezo krijg ik geld? Van T-Mobile. Dat is toch te grappig. Het lijkt net Astro TV! Het lijkt net Astro TV, man. Het is echt Astro TV. Ik wil het eigenlijk niet echt geloven. Wat grappig. Is dit tv? Een dikke... Is het nou tv of is het televisie? Echt? Ja, in NPO3. Dat is nu? Ja, dat is nu. Oké. Okay. Nou, kijkers thuis. Nou, ja. Maar we gaan nou met jou, laten we even die mensen niet hoor. Ja, die super werkweek. Zenuwachtig, die telefoon gaat gewoon even. Die werkweek was dus echt... Oh ja, vertel me die werkweek. Nou, we gingen dus... Zal ik mijn muziek aanzetten? Ja, beter. Want dit gaat nog veel meer uit.
Nee, was dat op gaat stijgen, hè? Oh, dat is dat apparaat. Ja, dat is het apparaat. Ja, die werkweek. Ja. Hou je van kamperen? Als het zonnetje schijnt. Nou ja, kamperen is natuurlijk kut in de regen. Ja, dat was het. Het was in de regen. Oh, in de Ardennen. Het geheimje vertellen, deze broek had ik aan. Die is nog niet gewassen. En deze schoenen. Wat een geheim. Nee. Nee, David, ik ben hier kapot van. Maar, ja, we gingen dus wandelen. Ja. Gezellig. Met mijn collega Marianne. En we gingen eerst afzeilen. Weet je wat het is? Ja. Dat was een lekkere boy. Was een lekkere boy? Floris heette die. Floris, ook zo'n naam. Heel veel haar ook wel. Oh. Heel leuk. We waren met afzeilen en toen moesten we naar het, zeg maar, zo'n werkweek is van 4 dagen. En dan loop je elke dag naar een ander kamp. Oh ja. Maar de kinderen moeten ook gewoon met rugzak, met slaapzak, met een hele bepakking. Dat gaan ze moeten lopen. En toen gingen we dus wandelen en toen moesten we een hele steile klim maken. En toen waren we berg op. En toen gingen we zitten en toen kwam iedereen druppelde zo omhoog die berg op. En toen miste we dus een leerling. Oh ja, dat was een leerling kwijt. Dat was echt heel erg kut. Midden in de Belgische Ardennen. Ja, maar zij was waarschijnlijk wel in het. We waren net een dorpje uitgelopen. Dus ze had geloof ik de veter geschikt of zo. Niemand ja, had. Ja. Ja, echt. En toen. Oh ja, toen ging mijn collega dus teruglopen en ik ging verder met de groep. In mijn eentje. Maar mijn collega had de kaart meegenomen en het kompas. Dus toen gingen we de bossen in. En toen. Ja, we weten niet meer waar we waren. En je zat met een groep kinderen. Je zat in het bos met een groep kinderen. 19 kinderen. En die waren allemaal van jou afhankelijk ja. Eigenlijk. En dat was zo'n kut gevoel. Ik was echt een beetje een pijn. Maar jij wist ook niet waar je was. Ik wist niet waar ik was. Dus ik probeerde heel tijd mijn collega te bellen, maar er was geen bereik daar. Dus toen. Maar dacht je zo van dit was het? Ja, dat dacht ik op een gegeven moment echt. Echt? Ja, ik dacht, dit gaat helemaal fout. Heb je afscheid genomen? Nou, nee, maar die kind. Nee, want ik moest natuurlijk niet aan die kinderen laten merken dat ik in paniek was. Hoe deed je dan? Nou, dat is wel grappig. Er liep een hond met ons mee de hele tijd. En die hond was vet lief. En die zorgde een beetje voor afleiding. Ja. En die is 3 uur lang met ons meegelopen. Echt? Maar van wie was die hond dan? Geen idee. Van iemand uit het dorp daar of zo. Dat is God. Dat was God. Dat was mijn moeder misschien. Echt. Ja. Gewoon als steuntje. Ja, dat dacht ik echt. Echt? Ja, dacht ik echt. Nee, maar echt. Teefje grap maken? Nee, doe maar niet. Nee. Maar toen ging de groep ook nog eens uit elkaar. Want er waren een paar kinderen die konden heel hard lopen. En een paar die konden helemaal niks. Nee. Die konden liep heel langzaam. Maar kon natuurlijk niet tegelijk voor en achter zijn. Nee. Dus gingen we afspreken van, nou, elke keer als we bij een splitsing komen, dan wachten we op jullie. Op de achterkant. Ja, ja, ja. Dus toen gingen we dat doen. Nou, en die kinderen moesten echt gewoon huilen. En helemaal. Ja. Eentje ging gewoon langs de kant zitten. Van, maar. Kan niet meer verder. Maar wat zei jij dan tegen die leerlingen? Ik zei van, nee, we zijn niet verdwaald. Ja, ik zei tegen die leerlingen. Nou ja, wat ik dus ging doen, was. Ik ging. Op een gegeven moment kwam er een auto langs. Dus toen heb ik aan die auto gevraagd, aan die man in die auto gevraagd. Ik vroeg. Waar ben ik? Waar ben ik nog? Waar ben ik gebleven? Nee, ik zei tegen die man in het Engels. Ik vroeg of hij Engels kon. Maar hij kon alleen maar Frans. En ik kan niet echt Frans. Nee. Maar toen ineens kon ik het een klein beetje wel. Dat is je overlevingsmechanisme ja, natuurlijk. Dan spreek je ineens allemaal talen. Dus toen ging ik in het Frans vragen waar we naartoe moesten. En toen ging hij dat in het Frans uitleggen, maar met heel erg met gebarentaal, met een crossman. Een crossman is dus een kruising. Ah, een kruisement. Een kruisement. Dus dat gingen we doen. En ik deed eigenlijk alsof ik de Engels was. Gewoon niks zeggen. Wat te drinken. Ja. En
En maar lopen en lopen en lopen. Op een gegeven moment kwamen we langs een huisje. Mm-hmm. En die sprak Vlaams, dus die gingen me wel. Die zei, die ging me toen uitleggen waar we naartoe moesten. Ja. Dat moest ik de hele tijd herhalen. En hij zei ja, want ik moest dus de eerste links en de tweede rechts. Dus dat, hij prentte dat even. Bossen. En toen begon het ook nog eens te regenen. Nou, het was echt terror. Maar hoe heb je dit overleefd? Nou, uiteindelijk toen kwamen we bij een kruising en toen had ik... Een herberg, dat zou leuk zijn voor het verhaal. Maar de leerlingen hadden niet zoveel respect voor mij. Hoor. Dus nee? Zeggen, jij zegt elke keer dat het nog 1 kilometer is en we lopen al gewoon verdomme al 3 uur. Nou, we hebben uiteindelijk echt 7 uur gelopen. Ik vind, je mag blij zijn dat ze je niet hebben opgegeten, man. Dus op een gegeven moment had ik weer bereik. En toen ging ik Frans bellen, dat is onze. Dat was zeg maar de man die mee was, die gewoon voor de praktische zaken er was. Ja. En ik kreeg eerst Jasper aan de telefoon. Jasper? Jasper, ja, Jasper. Heb je Jasper? Mm-hmm. En Jasper die zei, die ging een grapje met me maken. En toen zei ik: nee, schiet op, ophouden, ik wil Frans aan de telefoon. En toen kreeg ik Frans aan de telefoon en toen. Ja, toen moest ik eigenlijk bijna huilen. Ja? Kan je dat gesprek eens nadoen? Hallo, met Frans. En Frans praat plat, een beetje plattig Amsterdam. Hallo, met Frans. Hallo, met Frans. Ja. Hey, met Fransie. Ik zei, Frans, we hebben een probleem. Wat dan? We zijn aan de hand, jongen. Wat is er aan de hand, jongen? En toen zei ik, nou, ik ben al heel lang aan het lopen. We zijn verdwaald en ik snap het allemaal niet meer. En, maar ik kan niet ruiken, maar jij ziet. Ja. Toen heb ik het uitgelegd. En toen zei hij eerst, oh, maar dat is niet meer zo ver van het kamp. Dan moet je gewoon nog even ongeveer een half. Maar hoe legde je dat uit? Soort, ja, ik sta hier bij een boom. Ja, ik stond bij een bordje met aanwijzing en zo. En toen zei hij eerst van nee, je kan er ook niet toe lopen. En toen hoorde hij aan de toon van mijn stem dat geen optie was. Want je brak. Ja, ik zei nou Frans. Nee. De kinderen zijn helemaal overstuur. We moeten nu opgehaald worden. Ja? Dus toen heeft hij ons opgehaald met bus. De kinderen gingen helemaal krijzen ook. Maar hoe dan? Hoe wil je krijzen? Nou ja, super blij dat die bus kwam op een gegeven moment. Wat een verhaal, man. En toen kwamen we aan en mijn collega die stond zo. Met Joyce. Die stond. Ze stond zo op de weg. Met een glas wijn. Hier! Dit heb je nodig! Wat? Atten. Zo stond ze je op te wachten. Ja, ze wist dat het een geslacht was. Ik dacht, ik heb echt een glaasje wijn nodig. Maar had je geen wijn in je thermoskan? Nee. Met een bloemwijntje. Nee, maar het was. Ja, maar weet je wat het is? Ik voelde me echt een beetje alleen. Dan loop je daar. Nee, maar ik zou echt. Ik had geen bereik. En dan denk je gewoon van. Ja, als er nu wat gebeurt of zo, dan is het echt heel erg vervelend. Ja, je bent weer eens door het oog van de naald gelopen. Het oog van de naald.